Dames en heren, als het goed is, stellen die ook maar 7 mensen. Dus we hebben, het is zo echt gepland, 7 partijen, 7 mensen. Mooie tal. Maar 5,5 FTE. En 5,5 FTE is het aantal wat er nu ook is, even voor alle duidelijkheid. 5,5 formatieplaats, waarbij het evenwicht is gevonden in vertegenwoordiging per partijen of samenhang van partijen enerzijds en deskundigheid anderzijds. En we ook met enige vreugde kondigen aan dat we minimaal twee dames in ons midden hebben. Dat is ook al een lange tijd geleden en ik denk dat, mijn ervaring is in elk geval zo, dat dames altijd iets extra's inbrengen in een herenomgeving die goed bruikbaar is om te komen tot de juiste beslissingen. Dus ik wens hun daar al bijvoorbeeld succes bij. Dat betekent dat er een ploeg is van 8 personen. Dat moeten de burgemeester niet vergeten, uiteraard. Hè. Overigens heeft de burgemeester, zeg maar, die heeft ook de beschikking gekregen over het coalitieakkoord. Die heeft ook zijn opmerking daarin gemaakt. Ze zijn daar ook in meegenomen, voor alle duidelijkheid. Heeft ook zijn opmerking over de portefeuilleverdeling gemaakt. En heeft ook nog een wat accenten gezet op de regionale samenwerking. Heel belangrijk punt. De 3 burgemeesters zijn vandaag bij de minister Ollengren geweest. En vandaag kregen wij het signaal dat het goed zou zijn om ook die samenwerkingsgedachte goed te vertalen in het coalitieakkoord. Daar hebben we een poging toe gedaan. Maar in het constituerend beraad aanstaande donderdag na de raadsvergadering zullen we kijken of we nog een extra accent moeten zetten. Maar je begrijpt dat het gaat over de Limburg-propositie, over het rapport Soete, over de samenwerking in zijn algemeenheid op het gebied van duurzaamheid, economie enzovoorts. Dus wat dat betreft ondersteunt deze coalitie van harte deze aanpak op urinaal niveau. En met name urinaal niveau. Ja, dankjewel. Mevrouw Schmitz heeft er 8 jaar over gedaan en nu wethouder. Ja, knap hè? Ja. Nou, ik had ook nooit kunnen bedenken toen ik 8 jaar geleden raadslid werd, dat ik het zo leuk zou vinden, die politiek. En ja, soms is het frustrerend. En ja, soms denk ik, mijn god, waar ben ik aan begonnen? Maar uiteindelijk triggert er iets en dat is gewoon, gewoon dat er willen zijn voor de inwoners van de gemeente Sittard-Geleen. Die trigger is zo groot dat ik ervoor ben gegaan. En hoe? Inderdaad, na 8 jaar word ik woensdagavond benoemd tot wethouder. Meneer Tilly, Felix van Ballegooi wordt de nieuwe wethouder voor de SP in Sittard-Geleen. En klopt. Niet u. Nee, niet ik. We hebben inderdaad direct na de verkiezingen gekeken wie er echt serieus in aanmerking zou kunnen komen als kandidaat wethouder. Er zijn een aantal namen voorbij gekomen, er zijn ook een aantal serieuze kandidaten geweest. Alleen om verschillende redenen zijn die afgevallen. En dat gold ook voor mij. We hebben Felix van Ballegooi gevonden die wel beschikbaar is als wethouder voor de SP. Waar komt hij vandaan? Hij woont op dit moment in Roermond. En hij is heel erg enthousiast om hier aan de slag te gaan als wethouder. Dus hij verhuist naar Sittard? Die kans zit erin, ja. Hij zal in eerste instantie zal die dispensatie krijgen om vanuit Roermond zijn werk te kunnen doen als wethouder hier. En in de toekomst zal hij misschien inderdaad in Sittard-Geleen gaan wonen. Wie bent u? Ik ben Eefje Joossen, ik ben getrouwd met Roy. Ik woon in Grevenberg. Een Maaskind? Nou, officieel kom ik uit de oostelijke Mijnstreek, maar de westelijke Mijnstreek in Grevenberg, Sittard-Geleen, heeft gewoon mijn hart gestolen. Dus, ik ben maatschappelijk heel erg betrokken bij de gemeente Sittard-Geleen, zeer bij de dorpen. Ik ben lid van de heemkundevereniging, wat ik met heel veel plezier neem ik daaraan deel. Met name ook voor de jeugd hebben wij een hele afdeling waar ik met veel plezier mijn deelname aan verbind. Ik hou heel erg van natuur, van tuinieren. He's back. Ja, I'm back. En met veel plezier. Goed, dat gezegd hebbende, u krijgt een stuk uitgedeeld. Ik weet niet of er vragen zijn, die kunnen plenair gesteld worden. Als het bilateraal wil, men wil, kan het ook. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Zo niet, dan gaan we aan de fly en dan gaan we ons een heel goed 4-jaren programma toewensen. Ja. Succes allemaal. Ja. 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 Yeah.